Welkom bij het Sportnetwerk Café voor Zuid-Holland West. Dit keer zijn we op locatie en dat gaan we vaker doen. Elke twee maanden kunt u het Sportnetwerk Café zien vanaf een wisselende locatie in de regio. En vandaag zijn we in Lindo Beach in Scheveningen. Dat heeft natuurlijk alles te maken met het WK Beachvolleybal dat eraan zit te komen. Nog minder dan 90 dagen, dan barst het los hier op een paar honderd meter vandaan op het strand van Scheveningen. En voor de toppers moeten we iets verder weg. Die gaan bijvoorbeeld spelen, beachvolleyballen, op de Hofvijver. Daar gaan we ongetwijfeld de komende tijd veel meer over horen. Waar we het hier vandaag vooral over gaan hebben is het feit dat er naast dat WK beachvolleybal voor de professionals ook een heleboel andere zaken te doen zijn waar de gemeente Den Haag misschien wel voordeel van kan hebben. Ik zeg misschien, want hier aan tafel gaan we horen of dat echt gaat lukken. Wat hebben we nou als Den Haag, als breedtesport in Den Haag, aan zo'n WK beachvolleybal waar alleen die grote, lange en hele goede spelers in actie komen? We gaan daarover praten hier aan tafel met vier toonaangevende mensen uit de sportwereld in onze regio. Michel Everaert, directeur van de Nederlandse Volleybalbond. Eerst maar even de korte vraag om de boel een beetje warm te maken. Richt dat WK beachvolleybal zich echt volledig op die toppers of misschien juist veel meer op al die anderen? Nou, een wereldkampioenschap zegt op zich natuurlijk al dat het over topsport gaat. Dus daar gaat het absoluut over. Alleen wij geloven er heilig in die je top en breedte altijd met elkaar moet verbinden en die je dat nooit van elkaar los moet laten. Toen wij besloten dat we dat wereldkampioenschap naar Nederland wilden halen, zijn we in gesprek gegaan met de Wereldvolleybalbond. Want je moet zoiets toegewezen krijgen, je moet een bid indienen. En uiteindelijk is de voornaamste reden dat wij dat bid gewonnen hebben van Shanghai en nog wat andere grote steden, is dat wij eigenlijk gewoon een heel goed concept qua breedtesport en dergelijke sportstimulering daar verbonden hadden. Waar die andere partijen alleen maar bezig waren met het organiseren van een wereldkampioenschap, een toernooi, zaten er bij ons al direct een aantal ideeën in die dan in het Engels mooi heten development en die gericht zijn op het ontwikkelen van beachvolleybal in Den Haag en in Nederland. Dus ja, dat is voor ons extreem belangrijk dat het voor de breedte sport wat betekent. Dan is het logisch, denk ik, dat ik naar de overkant ga, naar jouw overbuurvrouw, ja. Marlies van der Kolk. Projectleider, projectmanager, geef het maar een naam, maar jij gaat ervoor dat het niet alleen om die topsporters gaat. Nee, dat klopt. Vanuit de gemeente Den Haag hebben wij eigenlijk tal van sportstimuleringsprogramma's, gewoon standaard programma's. En eigenlijk met de komst van het WK hockey en nu met WK beachvolleybal zijn we gaan kijken van hoe kunnen we nou nog forser in gaan zetten op die verbinding tussen top en breedsport, wat Michel ook noemt. En eigenlijk is het mijn voornaamste taak om dat topsportevenement puur als katalysator, als aanjager te gebruiken, juist voor de breedsport. Zullen we daar straks even over doorpraten hoe je dat dan ook daadwerkelijk gaan doen? Ja. Betekent dat bijvoorbeeld voor een toonaangevende volleybalclub in de regio Kalinko dat de ogen ook gaan twinkelen bij Mario Kosman? Dat hij denkt van ja, je les, zo'n groot evenement, daar hebben wij ook wat aan? Absoluut. En niet alleen wij als Kalinko. Maar ik denk ook de volleybalvereniging Sofikos, de beachvolleybalschool, Lindo Beach. We hebben als sportclubs, volleybalclubs hier in de Haagse regio hier een fantastisch evenement. En daar gaan wij absoluut gebruik van maken om A voor onze leden het mooi te maken. Maar ook de doelstelling van de gemeente te realiseren, namelijk meer mensen aan het volleyballen krijgen. Ja. Ja, wat gewoon echt leuk is, is afgelopen zomer werd zeg maar door Den Haag en door de Nevobo werden alle clubs uitgenodigd. En die zijn eigenlijk gewoon allemaal gekomen. En dan heb je de Haagse clubs, de clubs uit de regio. En dat praten we dus over de zomer 2014. En toen merk je al dat er gewoon ontzettend veel enthousiasme is. Want het is natuurlijk wel belangrijk, wij kunnen wel verzinnen dat we een wereldkampioenschap gaan organiseren. En dan gaan wij als eerste als bond gaan we praten met de gemeente Den Haag. Want dat is toch de beachvolleybalhoofdstad van Nederland. Maar als wij dat verzonnen hebben, is het wel heel belangrijk dat die clubs daar in ieder geval lol in hebben. Krijg je dat daar genoeg voor aangereikt? Of moet je toch zelf op zoek naar, daar kunnen wij wat mee? Nou, we zijn heel snel betrokken. Dat is een echt compliment richting de gemeente Den Haag en Tichtsport die het mede organiseert. Ik denk anderhalf jaar geleden zijn we al met de eerste initiatieven begonnen. Gelijktijdig zie je wel dat je met een vrijwilligersorganisatie enorm veel moet regelen. Ja, zo, nu dan hebben we wel het idee van, daar mag nog zeker in de financiële kant en in het kader van promotie misschien wat meer stimuli komen. Laten we de positieve kant wel beginnen. Zo'n evenement moet je met elkaar oppakken om leuke side events voor elkaar te krijgen. En dat gaat absoluut leden opleveren. Marlies, jullie hoeven het wiel niet opnieuw uit te vinden, want het WK hockey, dat kennen we allemaal nog. En ja, dat heeft klopt. Ons een hoop geleerd. Daar gaan we straks ook over met Nout in gesprek. Maar wat heeft het jou vooral opgebracht?
Nou, wij hebben als het WK Hockey was eigenlijk voor Den Haag het grootste evenement wat wij ooit gehost hebben. En daar hebben we dus ook voor het eerst zo nadrukkelijk ingezet op die side events. Dus hoe kunnen we nou koppelingen maken met allerlei verschillende doelgroepen uit de stad om die te laten aanhaken bij dat evenement. Vanuit bestaande sportinfrastructuur en vanuit bestaande sportstimuleringsprogramma's. Dus niet dat we het even tijdelijk een impuls geven, maar dat we heel erg proberen dat structureel onderdeel te laten zijn van ons sportbeleid. Ja, we hebben heel veel van het WK Hockey geleerd, maar wat Mario ook aangeeft, we zijn eigenlijk alweer gestart met de projectorganisatie van het WK Beachvolleybal, voordat de resultaten van de side events van het WK Hockey bekend waren. Want ik ben vorig jaar maart gestart met de projectorganisatie, waar dus ook al die verenigingen in zitten. Dus we trekken echt samen op om te kijken van ja, hoe kunnen we elkaar nou vinden? En dat is soms wat zoeken, wat Mario ook zegt, want je hebt met vrijwillige organisaties te maken. Wat kunnen wij nou bieden als gemeentezijde? En wat kunnen wij vragen van de verenigingen? En ja, nu staat er een heel concreet programma wat er komende maanden en daarna gaat gebeuren. Ja, je noemde even van we kunnen niet wachten op dat we echt weten wat dat WK Hockey heeft opgeleverd. Nout van Herpen, docent aan de Haagse Hogeschool. Jullie hebben daar onderzoek naar gedaan. Dat rapport dat ligt te branden, maar nog net niet helemaal officieel. Nou, het rapport van het WK Hockey is inmiddels bij de gemeente geweest en ook aangeboden bij de raad. We zijn nu in gesprek met de gemeente over welke onderzoeken we kunnen gaan doen rondom het WK Beachvolleybal. En ik denk dat we ook daar weer lessen hebben geleerd ten opzichte van vorig jaar. Dus we hebben toen bepaalde onderzoeken gedaan. Een aantal worden er zeker herhaald, andere worden wat aangepast. Kun je iets zeggen over de opbrengsten van dat onderzoek? Met name rond die vraag van wat betekent zo'n groot sportevenement in de stad, zo'n topsportevenement zoals Michel terecht zegt, nou voor de breedte sport in diezelfde regio? Voor de breedte sport is voor mij lastig om te zeggen, omdat wij in eerste instantie direct naar het evenement hebben gekeken. We hebben wel gekeken naar wat het bijvoorbeeld doet voor inwoners van de stad Den Haag. Die reageerden op het WK Hockey in ieder geval heel positief. We hebben bijvoorbeeld gevraagd naar een rapportcijfer. Dat zat boven de 8 en dat is in vergelijking met andere topsportevenementen in Nederland een stuk hoger. Ja, dus maar jullie hebben ook gekeken naar wat doet de amateur hockeyvereniging in de Haagse regio, de meerdere clubs, wat doen die dan rond zo'n WK? Wat heb je daarvan opgestoken? Dat is wel, als ik even daarop aan mag haken, dat is bij het hockey wel een lastige geweest. Want vanuit de gemeente hebben wij eigenlijk als primaire doel doorstroming naar de verenigingen. Bij het hockey lag dat net iets anders, want alle hockeyverenigingen, praktisch alle hockeyverenigingen, zitten vol. Ja. Dus die doelstelling en die aanpak ook nu dus bij het WK Beachvolleybal is wat dat betreft anders. We hebben wel inzichtelijk gemaakt van wat hebben we nou allemaal aan side events gedaan en wat voor alternatieve vormen van hockey hebben we kunnen aanbieden. Ja, ik denk dat daar een heel mooi voorbeeld het street hockey is geweest. Wat dus in de wijken heeft plaatsgevonden. Waarvan het afgesloten werd met een eindtoernooi op het Haags Hockeyplein. Ik denk dat het overgrote deel daarvan die deelnemers nog nooit eerder een hockeystick had vastgehaald. Is dat wat jullie ook met Kalinko zouden willen bereiken? Mensen die nog nooit in het zand met een volleybal in hun handen hebben gestaan, om die in actie te krijgen en bij je club absoluut. In het zand, maar als het zand opgedroogd is en het zonnetje is weg, zo snel mogelijk ook de zaal in. Want het beachen is prachtig, maar zaalvolleybal is net zo mooi. En dat is dat ook de filosofie van de Nederlandse Volleybalbond? Van laat ze maar beginnen op het strand en dan krijgen ze vanzelf wat verzameling. Absoluut. Ja? Weet je, het zijn twee sporten. De ene speel je zeg maar van september tot en met april in de zaal. En van mei tot augustus speel je beachvolleybal. Dus in die zin zijn ze fantastisch complementair. En vullen ze elkaar geweldig aan. Dat wil niet zeggen dat iedereen alle twee de vormen even leuk vindt. Dat hoeft ook gewoon helemaal niet. Iedereen mag kiezen wat hij zelf het liefste doet. En wij denken dat dat fantastisch aanvult. Wij denken en we merken eigenlijk al dat een WK beachvolleybal gewoon inderdaad ook impact heeft op het zaalvolleybal. Dat was 10 jaar geleden ondenkbaar, maar het begint gewoon wel realiteit te worden, ja. Is het wel verschillend ten opzichte van de hockeysport? Is toch nog een wat bredere en bekendere sport? Ik denk dat we komend jaar gaan bewijzen dat de volleybalsport enorm veel meer bekendheid krijgt. En dat is voor de verenigingen natuurlijk heel erg mooi. Om ook te groeien, zowel kwantitatief als kwalitatief. En dat gaan we dus met elkaar zo doen. Ja, je kan hockey en beachvolleybal echt totaal niet vergelijken. Nee. Hockey bestaat al jaren. Ik denk dat de KNHB al meer dan 100 jaar bestaat. En beachvolleybal, dat is 25 jaar geleden zo'n beetje begonnen. Als Nevobo zijn we pas in 2004 begonnen met überhaupt wat beachvolleybalbeleid te maken.
En eigenlijk zie je dat de WK nu al een enorme spin-off heeft. In 2004 hadden we 4 beachvolleybalclubs. En dit jaar gaan we over de 250 plaatsen heen waar er in een georganiseerd verband beachvolleybal aangeboden wordt. Dus als je dat ziet, hoe enorm dat groeit. Ja, en dat is niet alleen het WK, maar we merken de laatste 3 jaar, sinds het WK toegewezen is aan Nederland, merken we daar wel een enorme explosieve groei in. Dus ik heb wel eens heel flauw gezegd dat als vanaf nu alles fout gaat, dan is het WK nog steeds een succes voor ons. Wat we niet willen, laat dat duidelijk zijn. We willen dat het een immens succes wordt en dat we... Maar licht eens toe, waarom is het nu al een succes? Nou ja, goed, als jij als kleine sport begint met 4 clubs in Nederland en je zit straks op 250, dan heb je al zo'n enorme doorgroei gemaakt. En dat is natuurlijk eigenlijk, wij hebben dat WK willen gebruiken als aanjager van onze sport. We willen die sport op de kaart zetten. Kijk, hockey had een heel andere positie. Dat is een gevestigde orde. Die gaan een WK organiseren, een feestje doen. Dat proberen ze 1 keer in de zoveel jaar. Maar voor ons is het echt een speerpunt om die sport verder versneld te laten groeien. We kunnen gewoon rustig wachten tot het vanzelf gebeurt. Maar wij hebben gezegd, we gaan een aantal dingen doen, waaronder het organiseren van een WK. Waardoor onze sport sneller gaat groeien. En we merken dat in een enorme stroomversnelling is gekomen. Dus in die zin is dat, is dat nu al een succes. Het levend bewijs daarvan zit hier misschien wel op de eerste ring. Nienke, misschien zou jij een rondje kunnen maken langs de mensen hier die allemaal op hun manier, denk ik, nu eigenlijk al profiteren van het feit dat WK Beachvolleybal eraan komt. Annelie? Ja, hallo. En niet alleen al met het WK merk je het, maar natuurlijk ook al met de Olympische Spelen in 2012. Dat een enorme toename heeft gebracht voor de beachvolleybalsport. Wij zelf als vereniging bieden wij gewoon beachvolleybalsport aan voor jeugd en ouderen. En in het kader van het WK Beachvolleybal organiseren wij tijdens de Nationale Sportweek beachvolleybalclinics voor basisscholen en voortgezet onderwijs. En in het avondprogramma voor de verenigingen die dus de beachvolleybal ook willen proberen. Ja, je zit met een foldertje in je hand dat je dolgraag wilt uitklappen. Ga je gang. Dus de menukaart. En de menukaart is diverse activiteiten waar Marlies het al even over heeft gehad. Met verschillende activiteiten waar eigenlijk klassen uit kunnen kiezen. En een van daarvan is dus de Nationale Sportweek. Ja, dat richt zich met name dus op, laten we maar zeggen, basisscholen. Ja, basisschool voor het gezet onderwijs. De andere school zit naast jou, tijdens een campagne van de beachvolleybalschool in Den Haag. En van Beach Den Haag ook sinds kort inderdaad. Ja, wat je ziet bij ons inderdaad is dat het WK maakt echt een ambitie ook los bij de sporters hier in de regio. En er zijn nu 9 teams die voor Nederland mogen uitkomen op het WK. Er zijn nog 2 plekken over. En je ziet dat die Haagse teams zijn in de regio die heel graag zich ook willen plaatsen. Er zijn nog 2 plekjes over. En ik verwacht dat er dus die 2 plekjes zomaar eens ingevuld kunnen gaan worden. Inderdaad, door 2 Haagse teams nog. Inderdaad. Waaronder mogelijk een student van onze opleiding sportmanagement. Zou leuk zijn als die even met die plekjes invult. Ja, en mogelijkerwijs ook een lid van de NEVOBO. Ja. Kan daar nog iemand overheen misschien? Mila Jonker? Ja, ik ben inderdaad Mila van de beachvolleybalschool ook, inderdaad. We richten ons vanuit de beachvolleybalschool vooral nu heel erg op clinics. Dus veel kids aan het volleyballen brengen. En we hebben nu denk ik zo'n ongeveer 1000 kinderen bereikt daarmee. Dus daar zijn we super blij mee. En dat is nu wat we met het oog op het WK vooral doen. Veel clinics, veel studenten proberen we ook aan te spreken. Dus Marlies, je hoeft eigenlijk niet Nee, ja, ik wou zeggen, ik wil er wel even op aanhaken als dat mag. Want dat is inderdaad, we hebben een aantal vaste beachcourts in Den Haag. En we leggen speciaal voor het WK leggen we nog 2 tijdelijke beachcourts aan op plaatsen waar normaal weinig beachvolleybal wordt. Sporttuin Schilderswijk wordt die volgende week aangelegd en midden in Laak ligt nu ook een beachcourt. Voor al die courts hebben wij inzichtelijk gemaakt van wat is daar nou de vraag. En daar werken wij dan ook weer nauw samen met de beachvolleybalschool, want wij willen heel graag clinics aanbieden. En die gaan zij voor het grootste gedeelte verzorgen. Ja. En nog even de ronde hier afmaken. Imre van Leeuwen van Schiffers, maar ook van een organisatie die heet Overal Zand. Ja, op het zand. Toepasselijke naam, want dat zullen jullie vanavond merken. Ja. Als jullie naar bed gaan, zit Overal Zand. Dat geldt ook voor ons bedrijf. Wij richten ons op een breedtesportcircuit. 4 keer in Scheveningen, 15 weekenden lang. Echt van Vlissingen tot Ameland, maar ook weer Scheveningen-Den Haag als een van de hotspots. En wij organiseren samen met de NEVOBO het wereldrecord beachvolleyballen tijdens het WK Beach
hier op het strand. Dus ambitie is om meer dan 300 velden neer te leggen. Waar wij met onze brede sporttour uiteraard een mooie basis leggen. Maar ook cool companies, toernooi, bedrijven die kunnen deelnemen, kennis maken met die sport. We hopen op heel veel verenigingen die natuurlijk normaal in de zaal spelen, die nu ook die stap naar het zand maken. En allerlei andere doelgroep toernooien, studenten is een mooi netwerk. En dat zijn wij dus aan het faciliteren en organiseren samen met de NEVOBO. Je bent hier te gast bij het Sportnetwerkcafé, dus je kunt netwerken, je kunt nu je slag slaan. Je kunt aan mensen vragen hier aan tafel bijvoorbeeld van dit zou ik nog willen. Nog wensen voor de NEVOBO of voor de gemeente Den Haag? Nou, NEVOBO die spreken we heel vaak, ook rondom het EK volleybal dames dat wij organiseren. Dat is dan weer zaal. Dat is, ja, voegt ook denk ik weer toe dit jaar. Het WK en een EK in één jaar telt ook weer mooi op. Dus voor de NEVOBO hebben we heel veel contact. Wat je ook ziet met Beach Team Nederland, zijn wij nu afgelopen weekend op pad gegaan om die ook wat meer bekendheid te geven in Nederland. Dus we zijn een fotodatabase aan het opbouwen en een filmdatabase om wat meer naar buiten te gaan met dat team. En dat, ook dat is weer mogelijk geworden door het WK. Ja, nou weet ik dat de gemeente Den Haag heeft daar 1,65 miljoen euro voor het WK Beach uitgetrokken, beschikbaar gesteld. Hoe zit die verdeling als je kijkt naar dat deel leggen we neer voor de topsport en dat deel leggen we neer voor die breedte sport die daaromheen wil presenteren? Wie van jullie kan daar iets meer over zeggen? Ja, ik kan vanuit Zijdevens kan ik er iets over zeggen. Eigenlijk doen wij het gros van alles wat wij doen valt binnen bestaande programma's en binnen bestaande infrastructuur. Dus daar is niet zo heel veel geld mee gemoeid. Wat we bijvoorbeeld wel doen, die menukaarten, zoals wij ze noemen, het activiteitsaanbod voor het hele onderwijs in Den Haag, dan faciliteren wij bijvoorbeeld wel een stuk vervoer. We doen wat aan zichtbaarheid, zowel bij de verenigingen, maar als ook bij de korts. We leggen dus tijdelijke korts aan. Maar qua breedte sport is er niet zo heel veel geld nodig om een heel groot effect te gaan creëren, omdat we heel erg uitgaan van de structuur die er al staat. En van doelgroepen en netwerken die wij toch al bereiken. Alleen daar geven we nu het sausje WK Beachvolleybal aan. Hebben jullie als Valinco nog gevraagd om een extra potje bij de gemeente? Ja, we vragen bij de verschillende overleggen natuurlijk om de potjes. Zeker ook als je kijkt naar... Kijk, beach kan je hier natuurlijk fantastisch op het strand doen. Hè. Dat vergeten we vaak, maar we hebben natuurlijk in Den Haag de unieke locatie wat betreft beachsport. Als je de link gaat leggen naar de zaal, dan zal je veel activiteiten in de zaal ook willen organiseren. Die zaal moet je wel altijd huren. Dat kost toch wel geld. Er zijn meer activiteiten dat je zegt van, hey jongens, als we het nou zo belangrijk vinden, ook als gemeente Den Haag, dat we meer mensen aan het sporten krijgen, zet dan ook een stukje van het geld naar de verenigingen, naar iedereen die er ook als vrijwilliger actief mee betrokken is, om een aantal dingen wat makkelijker te regelen. Natuurlijk regelen we het als verenigingen met elkaar, maar alles kost tegenwoordig geld. En daar merk ik wel dat het belang onvoldoende wordt. De NEVOBO draagt er ook aan bij. Overigens, als ik het zo hoor, dan schat ik in dat de verdeling topsport, breedsport, geld ongeveer 50-50 is. Dus dat is mooi en dat is goed. Als NEVOBO hebben wij allerlei producten beschikbaar die de clubs af kunnen nemen. Dat gebeurt ook. Ik heb vast fantastische foto's langs zien komen van dingen die de Haagse clubs hebben georganiseerd. Volgens mij is Alexander Brouwer pas nog bij Kalinco langs geweest bij Meisjes B3. En daar had hij een clinic zaalvolleybal gekregen, twitterde hij zelf, van die meiden. Dus er gebeuren allerlei dingen en een heleboel dingen kunnen wij doen. Wij hebben ook potjes geld gecreëerd waarbij die clubs in kunnen zetten om clinics te organiseren, om toernooien te organiseren. Dus ja, op allerlei manieren proberen we dat te ondersteunen. En we hebben het idee dat ongelooflijk goed lukt. Dat gaat overigens niet alleen in Den Haag, dat gaat in Den Landen. Maar ik ben wel heel blij dat Mario meer geld wil. Want hij wil alleen maar meer geld hebben als je dingen doet. Dus mensen, verenigingen die in slaap gevallen zijn, die hoeven geen geld te hebben, want die doen niks. Dus als je ambitie hebt... En de clubs die nu wakker worden, die kunnen nog wel aan. Nou, die wakker worden, nee, club... Die zijn allemaal te laat, want we hebben dat allemaal ingepakt. Ja. Het aardige is, het is natuurlijk zometeen op het WK Beach gaan we met z'n allen naar het plein toe in Den Haag. En daar worden heel veel activiteiten georganiseerd door de verschillende clubs. Er worden clinics georganiseerd, zowel in klein als op het beachveld. Daarmee trekken we ook weer de burgers van Den Haag mee. Ik ga weer, jongens, volleybal is een topsport. Dat is een sport wat je in de breedte kan doen. Tot en met de leeftijd van 75 jaar kan je dat absoluut gaan doen. Nou, en dan ben ik het met Michiel eens. Er worden heel veel faciliteiten geboden. Blijft het als een vereniging best een lastige
activiteit om wel te zorgen te dragen dat je al je vrijwilligers op een goede moment zometeen in Den Haag hebt staan. Misschien is het dan een idee als er ondersteuning nodig is bij het organiseren van dat soort activiteiten om de studenten van de opleiding sportmanagement daarvoor te benaderen. Veel van de projecten die genoemd zijn op de menukaart en die georganiseerd worden via sportsupport, daar zijn al heel veel studenten van ons bij betrokken. Voor onze studenten echt een unieke kans, zo'n evenement, om te laten zien als sportmanager waar je toe in staat bent. Dus ook buiten het onderzoek is het voor ons een hele mooie gelegenheid. En nog wel aanhakend. Aan tafel bijna het kringetje rond, maar geef ik uiteraard het laatste woord aan Marlies. Nee, want nog even aanhakend inderdaad op wat Mario zegt. We hebben straks tijdens het WK 10 dagen lang Beach Club Die Heek op het plein in Den Haag. Net als vorig jaar het Haagse hockeyplein. Daar bieden we de vereniging een beachcourt aan en 2 smashbalvelden waarop ze allerlei clinics, toernooien, demo-wedstrijden kunnen doen. Daar hebben we ook afgesproken van, joh, die vereniging kunnen daar ook zichtbaar zijn. Want juist daar kunnen zij potentieel nieuwe leden werven. Althans, dat is ons streven. Maar wat helemaal nog niet genoemd is, ik bedoel, het topsportevenement vindt op de Hofvijver plaats. Maar 2 weken lang staat het Beach Stadium in Den Haag. Dat is eigenlijk de belangrijkste side-event locatie. Dus daar komen toernooien voor mensen met een beperking. ROC Mondriaan doet daar een toernooi met 600 studenten. Er is een toernooi voor Parnassia. Er zijn studenten beachsportfestival voor het voortgezet onderwijs. Dus dat is, op die manier maken we als Den Haag bewust heel erg de verbinding tussen het strand van Scheveningen en het centrum van Den Haag waar het toptoernooi plaatsvindt. En ook daar krijgen de verenigingen een podium om op die verschillende side-events aan te haken. Dus dat gaat in nauw overleg. Genoeg stof om over door te praten en verder na te denken hier tijdens het Sportnetwerkcafé. U was te gast in Lindo Beach in Scheveningen, uiteraard naar aanleiding van dat WK beachvolleybal. Bij het Sportnetwerkcafé. Wilt u daar nou een keer bij zijn of denkt u van nou, ik wil ook wel eens gastheer zijn? Dat kan, kunt u even kijken op www.sportnetwerkcafé.nl. Straks hier in deze zaal, maar voor de kijker over een week op de buis en op internet, deel 2 van het Sportnetwerkcafé van deze maand. Tot dan.